Hoi. Hoi. Wat is het? Vrijdag. Hoewel we bij je ritueel blijven, hè? Ja. Maar ik zat gelijk eventjes te kijken naar het stoplicht. Maar maakt niet uit. Wordt vanzelf groen. Ja, en dat was die. Nou, zoals jullie zien, dit is weer even standaard. We zijn weer onderweg, hè? Ja, zonnetje schijnt. Zo. Top weer. Echt wel. En als het goed is, zou het een graad of 13 worden of zo, hè? 13, 14. Ja. Maar ja, in het zonnetje is het al gauw warm, hè? Ja, joh, prima. Dus helemaal goed. We gaan onderweg naar Nunspeet. Naar... Logeren bij de boswachter. Staatsbosbeheer. Ja. De Soerol. Soerol? Soerol. Rel. Rel. Soerel. Soerel. Oh. Je wou ook nog wat zeggen over alle opmerkingen en zo, hè, die de mensen... Ja, superleuk. Leuk, hè? En vorige week zei ik er nog tegen jou, hè, van abonneren en noem het maar op. En toen, hou op. Ja, dat zei ik ook. Maar ze moeten wel weten dat jij, als ik zondags dat filmpje erop gezet heb, zit jij echt gewoon heel de zondag en zondagavond zit je met je... En de maandag. En de maandag zit je gewoon met je koker achter die iPad om te kijken hoe of wat, hè? Jawel, nee, het is ook superleuk. Ja, toch? Maar dat gebedel om abonnees heb ik altijd zoiets van... Is geen gebedel, wordt steeds smaller hier, joh. Ja, dat is fijn, hè? Is geen gebedel, is toch hartstikke leuk? Ja, dat is waar. Nou ja, niet dat geroep om abonnees, maar wel de reacties. Superleuk, ja. Mensen. Ja, dankjewel. We hebben trouwens ook wel weer... even een beetje zo. Ja. Ja. We hebben ook best wel weer aardig wat nieuwe abonnees. Ja, hartstikke bedankt. En voor de oude abonnees ook natuurlijk. Ja, tuurlijk. Toppie. Absoluut. Ja, leuk dat jullie ons volgen. Nou, we gaan weer te lang slap ouwehoeren. Dus je ziet ons straks in Nunspeet. Doei. Eerste beesten hebben we gezien. Nou, kijk eens even. Staan er even wat zwijnen langs de weg. Zie je het? Zo, en wat voor een? Ja, stok. Blijft hij staan? Ja. Aankomst bij bestemming aan uw rechterhand. Benen door een basis voorbij komen. Dat is altijd zo bij zo'n natuurkampeerterrein, een hek. Even kijken of we de tast voor elkaar krijgen. Zou best wel. Kleine hekkie. Ah, vanaf die kant, joh. Kom allemaal goed. Kijk eens even, zonnetje schijnt, mooie lucht. Willen we nog meer? Nou, dan kunnen we weer een stukje verder de trein op. Nou, we zijn aangekomen. Natuurkampeerterrein, Nieuw Soerel. We hebben ons plekje nummer 8 hebben we bemachtigd. Althans, van tevoren hebben we geboekt. Dan is het nog eventjes op de automaat je eigen aanmelden. Ging ook even kijken of je eventueel nog van plekje kon wisselen. Maar zoveel plekjes zijn er niet meer. Dus er komt nog wel aardig wat meer bij. Er zijn geloof ik nog een plekje of 5. Om hier te mogen staan moet je ook lid zijn van het groene boekje. Ben je dat niet, kan je dat hier eventueel gelijk ook worden. Kamperen bij de, of logeren bij de boswachter. Zijn we dadelijk eens eventjes een stukje over... het kampeerterrein lopen, krijg je een beetje een indruk van hoe of wat. Ja, dat heb je altijd met dit soort kampeerterreinen. Dat is echt gewoon midden in het bos, dus je loopt het hek uit en je bent in de bos. Kijk, zoals je ziet, uitzicht op de bossen. Maar een hekje omheen gezet, want er lopen hier nogal wat wilde zwijnen. Dus even kijken of we die dit weekend kunnen gaan spotten.
Zo, we zijn de camping afgelopen. We lopen nu gelijk in het bos hier. Het is 7 uur. Even kijken of we nog het een en ander tegen gaan komen. Morgen gaan we lekker een stuk fietsen. Ja. Gaan we richting Vierhouten, gaan we eens kijken. Ja, Vierhouten en hoe heet die andere? El nog wat. Elburg misschien. En ja, er moet ook ergens een verborgen dorp wezen in de bossen. Zijn we vorige keer, zijn we 2 jaar geleden al eens geweest of zo? Ja, super leuk om te zien. Ja, toen vlogden we nog niet. Indrukwekkend, laat ik het zo zeggen. Ja. Want je moet je eigen indenken dat je daar dus in de oorlog, in zo'n hutje, zeg maar. Hutje onder de grond zit. Ja, dus morgen gaan we dat zien. Het is nou nog heerlijk weer. We gaan nog even een klein stukje stappen. Ja, zo is het. Goedemorgen, het is bijna 10 uur en we zitten al buiten. Het is lekker. Zo dan, hè? Beetje windje nog. De windje is wel een beetje fris, maar we hebben een kleedje even in de stoel. Ja. En zo even mij gewassen en een beetje opflansen. Ja, we zijn niet net ons bed uit, maar we hebben net even heel tijd koffie gedronken in de camper. Toen hadden we zoiets van, nou, het is we buiten. We wel lekker buiten zitten. Dan, dit is echt het camperleven, hè? Lekker buiten wakker worden, dadelijk de fietsjes pakken en dan, jij hebt een routetje uitgezet, hè? Ja, 20 kilometer. En dan, wat ik zei, hè, richting Vierhouten en noem het maar op, verlaten dorp, kijken of we dat weer kunnen vinden. Dus, ja, als het goed is, leg die langs de route. Eerst gaan we nog even lekker een beetje genieten. Wakker worden. Zo is het. Er zijn ook trouwens wat tentjes bijgekomen. Ik ga even, kijk, zie je? Brr. Ja, brr. Maar ja, goed. Echte diehards. En dit plantje, dat kan niet echt tegen de vorst. Want het heeft vannacht nog gevroren. Die heeft zoiets van... Die vindt het ook wel lekker om even in het zonnetje te staan. Nou, Tas heb... Die wilde de kuip nabootsen. Die heeft even schijnwerpers gehaald. Ja. Ja, het is action, hè? Ja. Nou ja, Moosje legt ook al lekker buiten, dus we gaan nog even een bakkie doen en dan onze eigen wassen, douchen en dan klimmen we op de fiets. We zitten op de fietsen. Ja, het is 11 uur geweest. We rijden door de bossen van Nunspeet. We hebben een routetje uitgezet, zoals we al gezegd hebben. En het is lekker weer, zonnetje schijnt. Nou, wat willen we nog meer? Windje mag weg. Ja, jij vraagt, wat willen we nog meer? Windje weg. Ja, we hoeven toch weinig te doen op die fiets. Ja, dat is waar. 2 dingen meer nodig. Ja, toch? Moosje zit ook weer lekker in zijn fortuil. Die hebben ook niks te klagen. Nou, we gaan het meemaken. Lekker rustig. Goede fietspaden. Ja, lekker breed. Gelijk vanaf de plaats... knooppunt 18 pakken. Ja, we zijn gestart bij 18. Ja, die heeft zeker van die elektrische skates, joh. Die gaan zo hard. Nee, ze hebt net Red Bull op. Oh ja, Red Bull, geen vleugels.
aangekomen bij het verlaten dorp. Kijk, er staat daar op een bordje. Oorlogsherinnering. Gaan we eens even kijken. Hier heb je een huisje van het verlaten dorp. Hier zaten ze in de oorlog verscholen in de bossen. In de huisjes. Ja, het is lastig te zien zo natuurlijk. Kijk. Het is dan wel nagebouwd, maar zo zag het er vroeger in de oorlog uit. Hier zaten de mensen dus in verscholen. Dan kijk. Zie je het? Helemaal begroeid en ingegraven. Kijk, dan loop je zo een rondje en dan kom je, ja, je komt allemaal van die huisjes tegen. Allemaal een beetje hetzelfde, maar het is gewoon het idee dat die mensen hier gezeten hebben. Hier eentje met een tafel erin. Ja, heel bizar. Nou, zo zijn er meerdere hier al in het dorp, vandaar het dorp. Maar het is gewoon eens een keer leuk, interessant om te kijken. Zit even vijf pik. Moos had geen snor aan. Nou, Moos, de peuk zat tegen Moos aan, dus het begon een beetje te sissen. Nou, we zijn even een tijdje aan het kloten geweest. Die fietsnavigatie-app die staat op mijn tas de telefoon. En daar heb je altijd opgestaan, maar hij doet echt kloten. En toen de mijn weer aangezet en nu die van de tas weer geprobeerd. Volgens mij moet het nu wel goed gaan. Dat is goed, is wel. De instellingen stonden op de een of andere manier niet goed. We hebben even lekker wat gegeten. We hangen hier in de berm. Kleedje mee. Kleedje mee. Altijd standaard even een kleedje in de fietstas zitten. Ja, toch? Met dit weer zijn meestal alle bankjes bezet. Dus dan, Nou, je hebt gezien, we zijn bij het verlaten dorp geweest. Indrukwekkend, hè? Ja, absoluut. En we zijn nu lekker weer een stukje aan het fietsen richting Vierhout. Richting Vierhouten. Dus kijken of daar nog wat te beleven is. We zijn nog geen koffie. Nee, wel een patatkar die nog niet open was. Ja. Heerlijk zo. Verlaten dorp stond hij. Ja, lekker zo'n zonnetje. Ja, zalig. En kom hier, je zit hier ook een beetje in tussen, ja, wat zijn het, zandheuvels, weet ik veel, duinen. Kijk, ze is echt schitterend. Zie je het fietspad? Heel veel ruitenpaden ook. Zo zitten we dan. Moos ziet er lekker bij. Ja, heel veel ruitenpaden. Dus mocht ik wel paardrijden houden? Er zijn routes zat hier voor de paden.
aardig optrekje hier. Mosterdzaadje. De school het mosterdzaadje. Daar nog een leuk huisje. Nee, deze vind ik leuk. Deze leuk? Ja. Deze vind ik tas leuk. Je nadert knooppunt 42. Zoals je hoort, hij doet het. Het volgende knooppunt is... Twee. Hier is de replica van de grafheuvel van de Elspeetse Heide. Kijk, dan krijg je dit te zien zo. Dat is de grafheuvel. Hier hebben ze nog een pot ingegraven. Zo, we zijn dus in vier auto's. Oh. Nou, hier heb je een beetje het idee alsof corona niet bestaat. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar... Gaan we eens even kijken of we hier wat kunnen nuttigen. Moet kunnen. Er zijn zat dingen open, dus gaan we eens even kijken. Nou, we zijn gezet op. Lekker startje. Wat te drinken in vier auto's. Ja, gezellig hoor. Ja toch, goed te doen zo. Innerlijke mens moet ook wat hebben. Zo is het. Eetje. We zijn weer op de fiets gestapt. Patatje is weer op. We zijn bij een gedenkteken aangekomen. Zie je het, in deze omgeving werd op 31 oktober 1944 onze Joodse landgenoten gefusilleerd. Dit is de automaat waar je eigen aan moet melden. Nou ja, goed, dat heb ik al eens een keer uitgelegd in een ander filmpje toen we ook gingen logeren bij de boswachter. Hier wat informatie. Deze kant nog meer. Zoals je ziet... Het is alleen toegestaan de gasbarbecues en de scotterbraaien enzovoort. Dus geen houtskool. Wat logisch is, want we zitten hier midden in de bossen. Zoals je daar ziet, heb je nog meer kampeerplekken. Er staan over het algemeen best wel aardig wat campers. Goed, kunnen ook tentjes neergezet worden. Caravans. Nou, hier zie je het. Sanitair gebouw. Hier een afwasplaats. Lopen we hier naar binnen. Nou, het toilet. Keurig netjes schoon. Nog meer bakken voor je eigen te scheren of iets dergelijks. Aan deze kant hebben we de douches. Denk ik. Ja, de douches. Allemaal bij de prijzen inbegrepen. De prijzen zijn wel een stukje duurder als normale campings, camperplaatsen. Dat valt dan altijd wel weer tegen. Zou ik niet weten waarom. Ik denk dat het echt puur de locatie is. Volgens mij betaalden wij hier voor 2 dagen 57,5. En dat is dan wel inclusief stroom, loze water, vullen water, noem het maar op. Thank you.
is dan het gebouwtje. Nou, hier de vuurstookplaats. Het is de bedoeling dat je gewoon gebruik maakt van de algemene vuurstookplaats. Zie je de kachel. En daar nog eventueel de bankjes dat je gezellig met elkaar kan gaan zitten. Kijk, dit is trouwens dat andere veldje. Ziet? Als je vuurtje wil stoken, dan hebben ze hier een standaard dat je je stammen in kan zetten en dan zelf zagen. Het is allemaal doe het zelf hier. Je moet zelf je eigen feestje maken. Mooie specht daar in die boom. Even kijken of die nog een beetje gaat rammen. Ik heb geen zin vanavond. We lopen alweer een aardig tijdje te zwalken door die bossen. Maar nou, echt helemaal niks, hè? Nee. Maar ja, ik ken nog. Overal in de reacties staan van, nou, je zou ze wel zien. Sterft ervan. Nou, ik denk dat ze bij ons op vakantie zijn. Maar... Nee, is onzin. We zijn speciaal ook later weggegaan. We blijven ook langer in het bos lopen. Als het goed is, is de kans stukken groter met schemen. Dus, er zijn wel werkzaamheden in de bos, hè? Ja, er zijn heel veel werkzaamheden in de bossen. Dus misschien dat ze wat verstoord zijn of zo. Dat ze naar een ander gedeelte toe zijn of iets dergelijks. Maar allemaal excuses. Maar misschien gaan we nog het een en ander zien. En zo niet hebben we toch een heerlijke boswandeling. We hebben frisse neus gehad. Ja, heerlijk. We gaan verder. Goed voor de nachtrust. Ja, is goed voor de nachtrust. Hier is iemand heel creatief geweest in het bos. Een hutje gebouwd. Ik kan niet echt goed meer zien, want het schemert al aardig. Kijk. Zie je wel vaker, hè, van die creatievelingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, het is alweer 11:30 geweest, joh. We zitten weer lekker in het zonnetje. Ja, we hebben even alles goed schoongemaakt. Ja, het zit er weer op. We hebben het weer gehad dit weekend. Geen beesten gezien gisteravond? Nee, gisteravond echt helemaal niks gezien. 2 uur door het bos gezwalkt. Ja, we zijn echt met mijnwerkerslampjes weer naar huis gegaan. Zo donker was het, maar niks kunnen spotten. Nee, meestal hè, als wij gaan om beesten te kijken, dan zien we niks. En als we zoiets hebben, nou we zullen wel niks zien, dan... Dan zien we ze wel. Maar goed, maakt niet uit. We hebben lekker wandeling gehad. We hebben het prima naar ons zin gehad hier in Nunspeet. Het is een hele fijne plaats. Ja. Vooral omdat het op zich normaal gesproken de plaats van Staatsbosbeheer. Ja, deze is ook wel midden in het bos, maar het is best heel open. Dus je hebt nagenoeg de hele dag lekker het zonnetje. Ja, absoluut. Dus, we werden vanmorgen wakker om 9:15. En om 9:00 uur, ja, je kon gelijk naar buiten, joh. Ideaal. Ja. Dus dit was voor deze week. Volgende week weten we het al. Ja. Gaan we lekker naar Veluwe Noord. Ja, gaan we weer een 5-gangen diner nuttigen. Een ander menu hopen we. Ander menu. Dus volgende week ga je weer aardig wat eten zien. Maar goed, maakt niet uit, joh. En we hebben lang weekend. En we hebben volgende week lang weekend. Lekker 4 daagjes hebben we, dus we gaan wel kijken. We gaan eerst naar Veluwe Noord en dan zien we nog wel waar we heen gaan. Ja, misschien blijven we, misschien gaan we verder. Nou, bedankt voor het kijken weer. Ik hoop dat je de volgende week ook weer bij bent. Tot volgende week. Tot volgende week. Doei, doei. Doei.